Waarom is kanker zo'n succesvolle ziekte? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik zie het u denken. Waarom loopt die professor zo moeilijk? Waarom huppelt hij niet heel snel die trap op? Ik zal het u vertellen. 15 jaar geleden kreeg ik rugklachten. En 10 jaar geleden moest ik me laten opereren aan mijn rug. Het was een beetje te krap aangelegd door mijn moeder en mijn vader. En dat ging niet goed. Ik dacht, nou ja, laat me gauw opereren, dan zijn we er ook gauw vanaf. Maar niets was minder waar. Ik kreeg complicaties van de behandeling. Een partiële dwarslesie was het gevolg. Was verschrikkelijk. Ik kon niet meer lopen. Zenuwpijn, kon niet meer werken en onzekerheid. Ik wist bij God niet hoe lang het zou duren, of ik ooit nog zou kunnen lopen en wat mijn toekomst zou zijn. Dat was voor mij als controlefreak iets verschrikkelijks. En dat van de ene dag op de andere dag. Ik heb geluk gehad. Ik kan weer lopen. Ik kan weer werken. Ik kan weer lachen. U zult zich afvragen... Het gaat over kanker. Waarom vertel ik u dit? Ik ben arts. Ik ben radioloog. Ik maak kanker zichtbaar. En ik strijd tegen kanker met beelden. Als arts, en ik zou het niemand willen aanbevelen, maar als arts is het wel een hele goede ervaring dat je eens weet hoe een patiënt zich voelt. Een patiënt met kanker. Van de ene dag op de andere dag, net als die operatie, krijg je te horen... dat het niet goed met je gaat en je kan er geen ene malle moer aan doen. Dan laat je opereren. Opereren of bestralen of behandelen gaat gepaard met ongewenste bijwerkingen. Ik kan nu als geen ander invoelen wat die bijwerkingen zijn voor een patiënt met kanker. En daarom ben ik nog meer gepassioneerd. Heb ik nog meer energie gekregen om kanker... te bestrijden met beelden. Door kanker vroeg zichtbaar te maken, wil ik de patiënt de behandeling op maat laten geven met de minste bijwerkingen en de grootste kans op genezing. En wat belangrijker is, de onzekerheid te verminderen. Want wat is erger als je een vijand in je lichaam hebt en je weet niet waar die zit? Als je weet waar die zit door een beeld, dan kan je er tegen vechten. Als radioloog maak ik het binnenste van de mens zichtbaar. En dat kunnen we doen met röntgenstralen. Echografie, geluidsgolven, computerscan, CT-scan, een MRI of met radioactieve isotopen, een PET-scan. Maar voordat ik u dat zal laten zien, wil ik eerst met u eens kijken van wat is kanker? Waarom is kanker zo succesvol? Iedere cel heeft in zijn kern DNA, de basis van het bestaan van de cel. Daar zitten de eigenschappen in die de cel een cel maakt. Die een levercel maakt, een hersencel. Als er nu schade optreedt aan het DNA, hetzij voorgeprogrammeerd wellicht, erfelijk, hetzij door omgevingsfactoren, als die schade ontstaat, dan kan die cel gaan veranderen. En als die cel verandert, dan kan die een supercel gaan worden. En dat is kanker. Wat kenmerkt nu de kankercel, de supercel? Ik zal het u laten zien. Als u zich in de vinger snijdt, dan zegt het lichaam cellen maken. Want u wil die wond wilt u laten genezen. De cellen gaan delen, doordat de gele cellen een groeifactor afscheiden. En die cellen die zullen netjes met een bepaalde snelheid gaan delen. Die rijden niet harder dan 120. Als ze te hard rijden, dan wordt er op de rem getrapt. De remfactoren. En langzaam maar zeker wordt het wondje beter. Laten we nu eens kijken wat kankercellen doen. Hier is een kankercel. De kankercel gaat zelf
een groeifactor maken. Gas op de plank, 230 kilometer op de snelweg. U kunt zich voorstellen wat er gebeurt. Lekker groeien. En het rempedaal heeft hij helemaal geblokkeerd. Dus dat ding dat groeit en groeit en groeit. U kunt zich voorstellen, als u zo hard op de snelweg rijdt, dan rampt u een paar auto's. Dat is hier aan het gebeuren. Kanker geeft dus gas en remt niet. Het tweede factor, wat belangrijk is bij kankercellen, is ze gaan niet dood. Normaal pleegt een cel, als die DNA-schade heeft, zelfmoord. Dat heet apoptose. Die blaast zichzelf op, boef, klaar. Ik ben niet meer van nut, het lichaam heeft alleen maar last van mij, ik ga dood. Kankercellen doen dat niet. Een volgende factor is, een kankercel die moet groeien. Die heeft dus honger. Dus een kankercel heeft bloedvaten nodig. U ziet hier die bloedvaten. Die de kankercel voorzien van zuurstof en voedingsstoffen. Hier ziet u die witte stippeltjes. Zuurstof en voedingsstoffen gaan naar normale cellen. Maar een beetje linksaf, daar zien we nu een blauwe cel zitten. Dat is de kankercel en die vreet het op. Die gaat groeien, die gaat groeien. Kijk maar, die zuigt alles naar zich toe. En die gaat groeien. En op een gegeven moment heeft hij te weinig zuurstof en voedingsstoffen. En wat gaat hij dan doen? Die zegt van, hé jongens, ik heb meer nodig. Ik ga een stofje afscheiden. VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor. En wat het zorgt, wat doet dat spul? Die zorgt ervoor dat er nieuwe vaatjes ontstaan die de kanker van nog meer bloed voorzien. Met andere woorden, hij voorziet zichzelf heerlijk van bloed. Dat noemen we angiogenese. Ten slotte, als een cel 30 tot 20 keer zich gedeeld heeft, dan zal een cel op een gegeven moment zeggen, ja jongens, het is goed. Stukje bij beetje komt de DNA-schade en de cel gaat dood. De kankercel repareert die minimale schade en gaat niet dood. Dus eigenlijk heeft hij het eeuwige leven. Het stomme van die cel is, als de gastheer doodgaat, de mens doodgaat, gaat hij zelf ook dood. Maar dat had hij even niet door. Kanker is dus ongelimiteerd. Een supercel die hartstikke snel groeit. En u kunt zich voorstellen, dat is niet goed. Dat gaat ten koste van allerlei organen en systemen. Als je het in de hersenen hebt, hersentumor, krijg je uitval. Datzelfde geldt voor longen, lever, etc. Dus kanker zal uiteindelijk de gastheer, de mens, doden. Hoe kunnen we nu kanker beter bestrijden? Het begint allemaal met de diagnose. En als radioloog kijk ik natuurlijk naar beelden. Ik maak met beelden het binnenste van de mens zichtbaar. Ik laat zien waar de kanker zit, hoe ver die zich uitbreidt en hoe agressief die is. Want meten is weten. Ik kan het u laten zien bij een video van de onderbuik. We lopen van de voorkant naar de achterkant naar binnen. Die witte streepjes zijn de bloedvaten. Daaronderin ziet u een grijze en een wat zwarte structuur, dat is de blaas. In het cirkeltje zitten vergrote lymfeklieren. Uitzaaiingen en lymfeklieren. Oh. En in de botten, in de wervelkolom, u ziet de heupen nu, daar in het cirkeltje zit een zwarte vlek. Dat is een botuitzaaiing. En daar zit er nog één, in het heiligbeen. En zo gaan we stapje voor stapje het hele lichaam door en uiteindelijk verlaten we het lichaam aan de achterkant. We maken dus een anatomische reis door het lichaam heen. We kunnen daarmee de organen, maar ook de kankers zichtbaar maken. Op deze wijze kunnen we kanker vroeg opsporen. Zoals gezegd, we kunnen zien waar die zit. Hoe agressief die is, hoe ver die uitgroeit. Ik wil u nu een tweede plaatje laten zien. Dat is een mevrouw met een knobbeltje in de borst. En u ziet, in de rechterborst ziet u allerlei witte vlekjes zitten. Helaas voor deze vrouw is het niet één knobbeltje, maar is het multifocaal borstcarcinoom op meerdere plekjes. U kunt er 1, 2, 3, 4, een stuk of 10 kunt u zien. In de rechterborst die nu links is. En u kunt zich voorstellen, als die chirurg zijn mes pakt en alleen dat knobbeltje wat hij voelt wegsnijdt, dan snijdt hij te weinig weg. Je kan ook de hele borst verwijderen, maar dan snij je te veel weg. En we willen eigenlijk met de beelden willen we zorgen dat die chirurg net genoeg wegsnijdt. Dat de zogenaamde resectieranden vrij zijn van kanker. Maar dat de vrouw toch nog een mooi cosmetisch
effect heeft. Kankercellen zijn heel naar. Niet alleen omdat ze snel groeien en uiteindelijk de mens doodmaken, maar ook omdat ze heel erg op elkaar lijken. Kankercellen lijken op lichaamscellen, want ze zijn uit lichaamscellen ontstaan. Dus het verschil tussen lichaamscel en kankercel is heel erg klein. Kankercellen kenmerken zich door snelle groei, dus daar kan je wat aan doen. Bijvoorbeeld door chemotherapie te geven. Grijpt snel delende cellen aan. Maar u weet alle, als u chemo geeft, dan word je kaal. Want haren delen ook snel. Gelukkig tijdelijk, maar het geeft schade aan het lichaam. Het is niet fraai. Andere klachten, zoals bijvoorbeeld darmklachten, zijn ook het gevolg van het niet selectief aangrijpen van de chemotherapie op snel delende darmcellen. Dus chemotherapie maakt kanker wel dood, maar geeft bijwerkingen. Sommige mensen hebben blijvende bijwerkingen, zenuwpijnen in handen en voeten. En ik weet een beetje wat dat is. Daar kom je nooit meer van af. Je kan er alleen mee leren leven. Je bent wel genezen, maar je kwaliteit van leven gaat naar beneden. Datzelfde geldt voor opereren. Je snijdt altijd ook normaal weefsel weg. Datzelfde geldt voor bestralen. Een radiotherapeut, bestralingsarts, zal niet alleen de kanker bestralen, maar ook een gebiedje daaromheen. En als dat nou net de zenuw is die voor de man de potentie geeft, dan is dat jammer. Maar de man krijgt nooit meer een erectie. En dat is niet leuk. Met beelden proberen we zo goed mogelijk te zien waar de kanker zit. Met andere woorden, we kunnen de behandeling naar aanleiding van de beelden op maat laten plaatsvinden. Even een probleemstelling. Hoe groot is het probleem kanker? Kanker komt bij 1 van de 3 mensen voor. Dus het is of u, of u, of u, die in uw leven kanker zal krijgen. Gelukkig bent u nog allemaal jong, dus dat duurt nog een hele lange tijd. Maar 1 op de 3. Dus kijk goed naar uw buurman. Het is of hij, of hij, of u. Hoeveel mensen gaan dood aan kanker per jaar? Statistiek. 40.000. Wat is 40.000? 40.000 is dit deel van het stadion. Per jaar dood aan kanker. En ik praat niet over de mensen die genezen zijn en die nadelen ondervinden van de bijwerkingen. En helaas, ik zie hier en daar wat grijze haren zitten, ook hier. Door de vergrijzing neemt kanker alleen maar toe. Hoe kunnen we dit nu zo goed mogelijk voorkomen? Zien is weten. Een moordenaar kan je alleen maar opsporen. Als je hem opspoort, dan kan je hem snel opsluiten. Hoe vroeger je dat doet, des te minder mensen hij vermoordt. Die kankercel moeten we dus zo vroeg mogelijk vinden en dan behandelen. In het volgende college zal ik u laten zien hoe we kanker zo vroeg en zo goed mogelijk door beelden kunnen zichtbaar maken.